Hey lieve kijkers, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van de Gierige Gasten. Voordat we gaan beginnen met de aflevering, heb ik eerst een persoonlijke mededeling. Namelijk, ik droom al heel erg lang van een rapcarrière. En ik heb mezelf weten overtuigen om er ook echt voor te gaan. Dus vrijdag komt mijn eerste nummer uit op dit kanaal met clip en wel. En ik wil jullie lieve kijkers allemaal vragen om vrijdag klaar te zitten om mijn nummer te beluisteren. En laat dan ook een comment achter wat je ervan vindt. Yes, stop dat je weer kijkt naar een nieuwe video van de Gierige Gasten. Heren, wij hebben een hele leuke challenge bedacht. Vertel. Ja, de challenge is heel simpel. Wij moeten gratis zo ver mogelijk van dit punt komen in 24 uur. In twee teams. En nu denk je van, hey, jullie zijn met z'n drieën, dat is niet eerlijk. Daar hebben we aan gedacht. Namelijk... Boris! Jij vormt een team samen met Niels. Ja, maar tuurlijk. En Martijn, wij gaan samen op stap. Nou is er één ding. We gaan niet zomaar elk vervoersmiddel mogen gebruiken. Ja. Nee, we gaan toeristenbussen instappen. Gratis. Ja, toeristenbussen only. Dat en dan wel wie een de meeste kilometers heeft gemaakt na 24 uur? Wint. Wint. Let's go. Jezus. We beginnen op Sloterdijk. Ja, mensen, we gaan een beetje draaien. Zie je dat het hier redelijk goings is. Hier zijn ontzettend veel mensen met koffertjes die op een bus staan te wachten. Ja, en er staan al twee bussen. Ik zou zeggen, laten we gewoon beginnen, laten we gewoon de bussen stappen. Fuck it! We beginnen met die witte. Ja. Hey Boris. Yo. Er schijnen hier dus ook internationale bussen te arriveren en te vertrekken. Ja, kan. Hoe gaan wij... Ik weet dat het altijd hier ergens in de buurt van die kennels over daar is. Zullen we het gewoon vragen? Ja. Hey, maar dan wel in het Engels. Hello, where are the buses to Romania? Let's go. Hello sir, do you know where the bus goes to Romania? No, you don't know? Ik weet alleen dat er een bus gaat naar Eindhoven. Als er een bus hier vandaan zou gaan, zou het op daar moeten zijn. Ja. Yeah. Bij die groene bus. Ja. Yeah. Achter centraal. Nee, rechterkant voor de bus. Where does this bus go to? Do you know that? Da Costa. Where? Da Costa, kade. Nee, dat is de cruise. Oh, cruise. Cruise. Ja. Costa Cruise. Wil je met een cruiseschip mee? Ja, dat Costa Cruise, dat is een toeristenboot. Dat moeten we hebben, toch? Maar dan gaan we terug de stad in. Snap je? Geen cruiseschip, maar een rondvaartboot. Oh, nee, dat is niks. Deze komt uit Duitsland. Zullen we hier instappen? Deze komt uit Duitsland. Ja. We hebben de busje first Waar gaat deze bus heen? Eindhoven. We gaan naar Eindhoven. En is dat een tussenstop of is dat de Eindhoven? Nee, het is Eindhoven. Eindhoven. Is Eindhoven ver genoeg? Nee. Kijk, ik weet dat vanuit hier heb je bussen naar Polen en zo. Die gaan vanaf hier. Kijk, dat is veel beter. Laten we eruit. Ik was nagedacht om een heel ander item van te maken, dat Joost en Martijn... naar Polen gaan omdat wij gewoon aan Spa gaan? Ja, dat zou wel echt heel leuk zijn. Zullen we dat bij deze doen? Dan hebben wij gewonnen. Kan jij niet even je gierige skills laten zien door even een paar van die Spa's te bellen? Gewoon vragen, netjes vragen. Yo, onze tegenstanders die gaan naar Polen. Zij denken dat wij ook naar Polen gaan. Maar wij gaan bij jullie chillen. Mag dat? Gewoon dat. Ja. Ik ken de marketingmanager van het Conservatorium Hotel. Hey Robert, met Boris Wangen. Ik ben een leuke video aan het maken op dit moment. Ja, oké. Okay. Yo. Hij vindt het super grappig. Ja. Gaat u even eerst heel even overleggen of het wel... kan, maar hij vond het fucking hard. Hij belt me zo terug, dus ik heb er een goed gevoel bij. Laten wij alvast die kant op lopen, want ik heb wel ergens een gevoel dat dit kan gelukken. Oké, luister, ik krijg net een foto door vanuit Martijn. Zie je in Warschau, pik. Kijk hoe Arilex dit eruit ziet. Oh, Joost, in een fucking bagageruimte. Oh. Als dit echt waar is, dan ga ik nog harder lachen. Maar wij hebben net Cosquine even gevraagd hier bij Soap of zij misschien een ontspannende behandeling voor ons hebben. En dat hebben ze. Hoe zou het met Joost en Martijn gaan? Ja. Hier. Hij is druk bezig met de klant die een vraag heeft. Where is this going? Frankfurt. We zijn begonnen met rijden, Pik. Ja, we zijn zeker begonnen met rijden. Dit gaat zo lang zitten, hoor, ik kan het je vertellen. Ja, er is ook geen weg terug meer.
Wat zegt Niels? Hij zegt, ik kan niet filmen nu. Zijn met iets bezig wat mijn reis verklapt. Ik ben zo benieuwd waar hij heen gaat, jongen. Ik denk dat hij gewoon lekker in Nederland blijft. Nee, ik weet niet zeker, maar ik denk dat wij een chillere dag hebben. Het is allemaal nog in mijn neus. Nou ja, anyway, hartstikke bedankt. Geen dank. Top, wij gaan er weer vandoor. Volgende idee. We moeten even één FaceTime call doen met Martijn en Joost vanuit een bus. Dat we zogenaamd in een bus zitten. Ja, want anders gaan ze iets verdenken. Dit klopt niet. Mogen we één foto maken vanuit de bus? Moet je wel beloofd binnen 2 minuten weer terug. Binnen 2 minuten zijn we buiten. 100%. Yes. Yes. Waar gaan jullie naartoe? Waar gaan jullie naartoe? Ja, ik zeg niet waar wij naartoe gaan. Gaan jullie naar het oosten of het westen? Het oosten, jullie? Ja, wij gaan andere kant op. Ja. Hard. Dat gaat heel snel over. Ik wil je straks even, ja, want ik kan niet uit te praten hier. Yo. Wat gebeurt hier? Het is kut. Mensen kunnen nu opstappen. Oh, die staan hier te wachten. Toen komt ze meteen, komt een moment waar ze erachter komen. Dat wij hier helemaal niet over het zijn. Wij staan op. Wij staan op. No. Sir, we get up for him. You can go to your mother, we get off. We get off. Yes, we get off. Yes. Wij gaan even een stapje opzij doen. We hebben goed nieuws. De beste man is toegelaten in de bus. Dus hij kan heeft er wellicht een half uur over gedaan. De bus rijdt zojuist weg. Maar hier gaat het wel om. Dit is wel belangrijk dus. Dat betekent dat wij weer op straat staan. Hoe ver zijn we gekomen? Nou, tot Utrecht. Gelukkig zijn we wel afgezet bij een plek waar weer internationale bussen langs rijden. Wel heel aanzienlijk minder dan waar we vandaan komen. Dit is echt een hele slechte spot. Waarom? Ja. Dit is geen begin- of vertrekpunt. Nee, dit is een stoppunt. Dus hij komt hier heel snel even langs. Even erin, even eruit en door. De buschauffeur stapt er ook nooit uit. Dus wel. Dus probeer maar. Hoi. We konden gewoon doorlopen en we zitten nu in een nieuwe bus. We rijden ook weg overigens. Wat de fuck gebeurt hier? Dat hele verhaaltje over dat dit geen goede plek was. Dit was een topplek. Ik kan niet. Maar ik heb ook geen idee waar we heen gaan. Waar is de bus going? It's going to Amsterdam. We zijn gewoon weer terug bij af. All the roads bring us to Amsterdam. Gewoon alle kilometertjes die we ook maar een beetje gewonnen hadden naar Utrecht. Zijn we nu dus weer kwijt. We willen vanavond nog een hapje gaan eten na de spa. Ja, vind je dat leuk? Oh, vind je dat leuk? Wat zei je? Dan moeten we daar gewoon een fles champagne in zetten, toch? Ja, dat zou gruwelijk lekker zijn, man. Oké, top. Ik kom even uit je geweest waar je terecht had. Oh, wat fucking leuk. Ik krijg net een wissel van het conservatorium. Ook even die op. Ja. Yo! Oké, jongen, is goed. Holy fuck. Yo. We hebben vanavond in de seafood bar krijgen we kreeft met champagne. Tafel vol. En daarna worden we verwacht het conservatorium hotel in de spa. En we mogen zo lang blijven als we willen. Hey, Marty, jij hebt contact met Niels hier. Hij zegt dat zij er ook zijn. Ze ook problemen hebben. Er zitten foto's, alsof ze ergens vol in de regen eruit gezet gaan worden. Maar ergens klopt het verhaal niet. Want ik heb gecheckt bij bijrader. En het regent nergens in de buurt. Het regent gewoon niet. Dit klopt niet. Hier klopt iets niet. Zo, boordje. We zijn om de hoek van de seafood bar. Ja. Wat kunnen we verwachten? Ja, mijn mond doet niet meer. We staan nu in de kelder van de seafood bar. We gaan hier even een selfie maken. Ja. En dan bel ik een vriend en dan gaat hij die selfie zo photoshoppen dat het lijkt alsof we voor de Big Ben in Londen staan. Ja. Oké, maar dan. Is het gelukt? Nou, hier gaan we een shoppie van denk, maken. Ja, man. Marty, de bus rijdt weg, man. Ja, ze komen, ze gaan en wij staan nog steeds bij Sloterdijk, waar wij pak een beet 8 uur geleden zijn begonnen. Worden wij moedeloos? Ja. Geef het op? Nee.
Laten we hier nog even de avond begint aan te breken. Ja, het wordt donker. Misschien werkt het ook in ons voordeel. En je hebt ook gewoon nachtbussen. Dus stel we pakken een nachtbus, dan kunnen we alsnog de kilometers inhalen. Hé, hey, guy is weg. We are already checked in. Zeg je iedereen daar staan? Ja, we zijn er gewoon keihard voorbij gelopen. Where does this bus go to? To Hannover. Hoe voel je je nu bij? Ja, ik denk niet dat Hannover verschil is, man. Goed, boy. We zijn al de hele dag lekker bezig. Nu gaan we op naar het laatste dingetje waar we echt even van kunnen gaan genieten. Ja. Het schijnt dat dit een van de duurste hotelspa's is in Amsterdam. Daar gaan we dan. Wij zitten in het conservatoriumhotel in de spa, die heet Akasha. 3 keer raden waar die ook zit. In Londen. In Londen! Dat betekent dat ik nu een locatie ga doorsturen vanuit de Acacia in Londen naar Martijn en Joost met het logo op onze badjas. Zodat zij echt denken dat we in Londen zitten. Hotel. Wij zijn zogenaamd in Acacia Holistic Wellbeing Center in Londen. Ja, goed. Martijn en Joost geloven dit niet. Oké, ik krijg nu een locatie van Joost door. Oh echt? Nee. Is hij zo ver? Hij wil bellen. Oh, Niels wil bellen. Ja. Hey Niels. Hey Martijn. Hey, grappie. Lekkertjes. Hey. Wat staat er op mijn slipper? Akasha. Akasha? Ja. We're in London, baby. Hallo. De dag zijn die daar gekomen. Waar zijn ze? En we overblijven hier vanavond gratis. Waar zijn jullie? Ik ga door een tunnel heen. Zij gingen slecht aan. We zijn in Londen. Maar het chill is, zij gaan nu nergens meer heen. Zij denken, ze hebben gewonnen. We gaan niet stoppen tot we verder zijn. We weten nu waar ze zijn, dus het is heel dom wat hij doet. Ik weet niet heel veel zeggen hoor. Maar Hannover is 376 kilometer hier vandaan. En Niels is 357 kilometer hier vandaan. Dus Hannover alleen al is genoeg. Het is tijd om naar bed te gaan en lekker thuis slapen. Ja. Dat is wel lekker. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we nog even één fuckertje plaatsen naar de boys. Want mijn beste vriend is natuurlijk hartstikke goed in photoshoppen. Ja. Dus, wij hebben net een fotootje gekregen. Oh! Die ga ik nu even op Insta plaatsen. Oh, die is vies, hè. En die gaat er nu uit. Ja. Ja. En tot slot stuur ik hem ook nog even persoonlijk naar Martijn en Joost. Marty, volgens mij... volgens mij zijn we in Hannover. Ik weet niet zeker, maar mensen naast ons trekken jassen aan en worden wakker allemaal. En gaan een beetje zich klaarmaken. Ze lijkt wel onderuit te gaan. Is dit Hannover? Ja. Do you know if it's the last stop of the... Of de bus? I think you're like she goes further. Dit is inderdaad Hannover. Maar hij zegt dat hij ook nog naar het resten gaat. Ik zie het als een win. Doorrijden, extra kilometers maken en gewoon slapen in de bus. Het is inmiddels half negen 's ochtends. Ik heb echt geen idee waar we naartoe gaan. Hey jongen. Gozer. Fijne vlucht gehad. Ik ben heel erg benieuwd hoe ver die andere jongens zijn gekomen. Zijn we dan vriend? Centrum van Praag. Ja. Wat vind je er nu van? Ja, ik zit nog steeds dwars. Ja, zit nog steeds dwars? Die foto van het weer klopte niet. Nee, dat klopt. De foto van de bus klopte niet. Nou, klopt. Ze zeggen laten we het pret niet drukken. Kijk waar we zijn in het zonnige Praag. Toch? Lekker pessimistisch. Laten we gewoon even lekker een biertje doen, man. Ik vind het best wel gezellig met jou. Nee, sowieso. Het is gezellig. Amigo. Amigo. Cheers. In Praag ineens. Amigo. Amigo. Geen idee. Maar het is verdiend, jongen. Het is zeker verdiend. Het is nu stipt 11 uur. We hebben als eindtijd gezegd 11 uur. Dus het is tijd om ze te facetimen. Ik ga het nu vertellen, man. Hey, yo. Hey, Marty. Zijn jullie verder gekomen dan Londen? Nee. Nee. Oh, wat jammer. Wat dan? Wij zijn in Praag. Nee! Hoe lang hebben jullie in de bus gezeten? 10 uur.
Nee! Hebben jullie 10 uur in de bus gezeten naar Tsjechië? Hé, hey, maar luister, ik heb wel 2 geniale foto's. Die ga ik je nu even toesturen. Ja, jullie moeten nog wel 1 ding zien van ons. Dat is wel lachen. Deze 2. Wacht even, hè? Zij zijn nooit de rond dus, geweest. Nu is terug. Nu is terug naar je schreeuw. Wij zijn in Amsterdam gebleven. Wij zijn gewoon lekker thuis, jongens. Zijn jullie 10 uur in de bus naar Tsjechië gegaan? Wat een losers! Fijne reis terug. Jullie hebben gewonnen. Gefeliciteerd. Joost, Martijn. Ja. Hebben jullie de grap uiteindelijk een beetje kunnen waarderen? Nou, we hebben gewonnen, dus ja. En het was eigenlijk ook best wel leuk naar Praag, eigenlijk. We hebben, het was een pittige reis, dat dan weer wel. Maar we hebben ons wel gewoon gemaakt. Ik denk dat Boris en ik ons eigenlijk ook wel een beetje als winnaars voelen, toch? Tuurlijk. Ja, dus ik denk dat het aan de kijker is om te beslissen wie heeft er gewonnen. Laat het even weten in de comments. Volgende week zijn we er gewoon weer terug met een nieuwe video van de Gier Gasten. We hebben sowieso gewonnen. Later! Thank you.